En super leuk dat je weer kijkt naar deze nieuwe video op mijn kanaal. Als je mij kent, weet je dat ik echt mega gek ben op edelstenen. Ik hou echt super veel van edelstenen. Ik vind ze fantastisch eruit zien. De werking is super mooi en ik werk ook echt heel erg graag met edelstenen. En daarom leek het me leuk om in deze video een edelstenen terrarium te gaan maken. In iedere woonwinkel tegenwoordig is wel zo'n glazen terrarium te vinden. Of in iedere plantenzaak hebben ze ze ook vaak. En het leek mij heel erg leuk om daarmee aan de slag te gaan. Want ik heb namelijk deze. En deze doet het gewoon niet zo goed meer. Hier zitten nog plantjes in. Maar zoals je ziet, deze plant die doet het niet zo meer. Die is een beetje dood. Deze daarentegen doet het nog wel. Dus die ga ik misschien overpotten. Maar het leek me veel leuker om hier echt een mooi kristallen terrarium van te maken. Dus met mooie edelstenen. Ik kwam dit tegen op Pinterest en ik was mega geïnspireerd. En ja, als je mij gewoon kent, ik heb door mijn hele huis heen, door ons hele huis heen, heb ik overal allemaal edelstenen liggen. Ik vind het gewoon echt fantastisch. Ik hoop dat je net zo enthousiast bent als dat ik ben. Doe alvast een duimpje omhoog en dan gaan we aan de slag. Wat je nodig hebt zijn natuurlijk edelstenen. En het mooiste vind ik zelf als je een beetje ruwe edelstenen hebt. Je hebt gepolijste edelstenen. Dat noemen we eigenlijk ook wel trommel edelstenen. En even kijken, ik heb er hier wat bij de hand. Kijk, dit zijn gepolijste edelstenen. Die zijn dus echt gewoon rond. Zijn gewoon glad. Die zien er vaak wat mooier qua voor het oog uit, zeg maar. Die vinden mensen over het algemeen mooier. Maar goed, persoonlijk vind ik zelf juist een wat ruwere edelsteen ook super mooi. Zoals de amethyst. Die is gewoon echt fantastisch. Hier heb ik nog een amethyst. Zoals je al kunt zien, deze kleuren zijn gewoon verschillend. Deze is gewoon wat lichter dan deze. Hier heb ik nog een pauwenerts, zo heet die ook wel, omdat die heel veel verschillende kleuren heeft. Of althans, deze bestaat uit heel veel verschillende kleuren. Deze niet, deze is meer blauw en wat goud. Maar als je hem in het licht houdt, ik weet niet of je het ook goed kunt zien op de camera ook. Als het licht erop valt, dan is hij ook wat paarsiger. Ik heb hier nog een hematiet. Dat is een licht magnetische steen. Dan heb ik hier ook nog een prachtige steen, zoals je wellicht ziet. Dit is een labradoriet. Dit is echt dé steen voor hooggevoelige mensen. Deze steen zorgt ervoor dat je beschermd wordt tegen negatieve gevoelens en emoties van anderen. Dus dat je niet zo snel laat meeslepen met anderen, maar dat je dus heel dicht bij jezelf blijft. Het is de celestine. De celestine wordt ook wel engelensteen genoemd, omdat je deze echt in contact kan brengen met je gidsen of met je engelen. Heb ik ook nog een mooie mica. En als allerlaatst wil ik je deze prachtige malgoliet nog laten zien. Hoe gaaf is deze? Goed, edelstenen hebben we dus voldoende. En verder heb je nog nodig gewoon van dat zand. Van dat, wat is het? Van dat gekleurde zand. Deze heb ik bij de Casa gekocht. Xenos heeft die ook vaak. Ja, het is van dezelfde eigenaar, zeg maar. Verder zou je kunnen kijken bij tuincentrums. Daar hebben ze vaak ook. Als allereerst ga ik ervoor zorgen dat deze geleegd wordt, zodat we met een schone aan de slag kunnen gaan. We hebben laatst heel veel nieuwe planten in de tuin geplant en daardoor hebben we nog dit soort bakjes. Dus ik ga deze overpotten, zodat die toch kan blijven leven. Zo, dan zie je de wortels er nog aan zitten. En dan kunnen we hem mooi erin planten. En dit ga ik even omkiepen in de groene bak. En dit gaan we natuurlijk ook even schoonmaken. Ik gebruik een vochtig doekje. We gaan als allereerst het zand erin doen. En dit doe je gewoon naar smaak en kijk je gewoon wat jij mooi vindt. En
tussendoor eventjes een beetje schudden. En dan kunnen de edelstenen erin gaan. Het zou bijvoorbeeld al heel mooi zijn. Je kunt hem natuurlijk zelf afmaken zoals je wil. Ik ben vaak zelf van less is more, maar ik wil je laten zien dat er natuurlijk voor alles mogelijk is. Wat leuk is, is ook om luchtplantjes toe te voegen. Die doen het ook altijd super goed. Ik ga toch die veer weghalen, want daar ben ik niet zo enthousiast over. Zo. Ik ga gewoon even kijken met verschillende edelstenen wat mooi is. Dit is ook heel gaaf. Ik hou altijd van bruin met blauw. Bruin met groen vind ik ook heel mooi. Dit is een woestijnroos. Ik kan er ook nog mooie schelpen toevoegen. Zo kun je hem echt puur maken op jouw gevoel, wat jij mooi vindt en wat jij qua gevoel voelt dat het hoort te zijn. Dat vind ik altijd wel heel erg leuk met dit soort dingen. Dat je dat echt op gevoel doet. Wat ook mooi kan zijn is wanneer je bloemen toevoegt. Ik heb hier een lavendelstronkje. Verse lavendel uit de tuin. Dat is ook wel leuk. Even kijken. Dat het mooiste zou kunnen zijn. Je kunt hem gewoon neerleggen. Je zou hem ook nog kunnen neerzetten. Ook erg leuk. Ik vind hem zo wel erg leuk. En als je er dan tevreden mee bent, dan zet je hem ergens neer waar jij hem mooi vindt. Dat was de video alweer voor deze keer. Ik hoop dat je hem leuk vond. Ik wil je natuurlijk super erg bedanken voor het kijken. Doe een duimpje omhoog nogmaals als je de video leuk vond. Abonneer op mijn kanaal als je het nog niet gedaan hebt. En dan zie ik je heel erg graag de volgende keer weer bij een nieuwe video. Bye bye!